jachthuis aan de Lambermolen in Brussel is intussen bij elke Vlaamse jager bekend. Op nummer 410 van deze boulevard is de jachtorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen sinds jaar en dag gehuisvest. Dit is het zenuwcentrum van jagend België, want ook de Waalse zustervereniging Royal Saint-Hubert Club de Belgique heeft hier haar vergaderruimtes. Op de benedenverdieping treffen we de directie en vinden we het bureau van de hoofdredacteur. Elke maand wordt hier de eerste hand gelegd aan een nieuwe Vlaamse jager. Maar vandaag zoeken we het op het eerste verdiep. En net als in Antwerpen is dit ook hier in Brussel een waar begrip. Dit is al sinds 2006 de habitat van het vermaarde kenniscentrum, al meermaals bestempeld als het kloppend hart van de Vlaamse jagerij. Het kenniscentrum werd eigenlijk opgericht om de kennis die er in het veld is te gaan verzamelen, maar ook de wetenschappelijke kennis die er is te gaan verzamelen en die te gaan gebruiken om dienstverlening te leveren aan onze jagers, onze WBE's enerzijds, en anderzijds een wetenschappelijke ondersteuning te gaan geven voor de beleidsvoering. Ons team bestaat uit 4 mensen. Enerzijds Kathleen van Huyssen, anderzijds Doreen de Greef. Dan hebben we nog Johannes Mertens en dan mezelf. Het vierkoppige team vormt duidelijk één ploeg waarvan Gert het voortouw neemt. Hij neemt de verantwoordelijkheid van het kenniscentrum op zich en coördineert het werk. Daarnaast steekt Gert heel wat tijd in de service naar de leden van HVV. Dat is voor hem uiterst belangrijk. Jazeker. Eigenlijk is de hoofdtaak van het kenniscentrum de ondersteuning van onze leden. Dus telefoontjes die binnenkomen, e-mails die binnenkomen, brieven die wij ontvangen, die gaan wij eigenlijk zo snel mogelijk gaan beantwoorden, rechtstreeks aan die mensen toe. En als u telt dat we rond de 6.000, 7.000 leden hebben, dan kan u ook tellen hoeveel werk wij hier inderdaad hebben. Het werk dat dit vierspan presteert is inderdaad niet te onderschatten. Alhoewel zeer polyvalent hebben deze medewerkers elk hun specifieke taak en ontwikkelden ze in de loop van de jaren elk hun eigen specialiteit. Zo is Doreen de Greef langzamerhand de wapenspecialiste van de HVV aan het worden. Ja, leden die een vraag hebben over wapens en wapenwetgeving, die komen bij mij terecht. Ja. Ik probeer die zo goed mogelijk te helpen. En daarvoor ga ik ook regelmatig naar studiedagen in verband met de wapenwetgeving. Ja, de wapenwetgeving, één kluwen, dacht ik, hè, in Vlaanderen. Dat mag je wel zeggen. Er zijn verschillende wetgevingen over wapens en een stukje zit hier en een stukje zit daar. En daarom ben ik ook bezig met het maken van een document om alle nuttige informatie voor de jagers in samen te brengen. De bedoeling is dat dat uiteindelijk op de website terechtkomt. Informatie over wapens en munitie verzamelen en doorgeven aan de leden is echter niet de hoofdbrok van het werk van Doreen. Zij is wetenschappelijk medewerker en haar terrein ligt vooral in het opstellen van het befaamde faunabeheerplan voor de wildbeheereenheden. Wel, elke BBE heeft zo'n wildbeheerplan of zo'n faunabeheerplan nodig om erkend te worden. Dus om de 6 jaar moeten wij een faunabeheerplan opmaken. Wij contacteren daarvoor de WBE. Meestal is dat de voorzitter of de secretaris. En wij vragen een interview met minimaal 1 persoon die veel van de WBE weet. Wat er in het faunabeheerplan moet instaan is ten eerste een biotoopbeschrijving. En is er een evolutie in de laatste 6 jaar gebeurd. Daarnaast is er een nieuw stuk in het faunabeheerplan. Dat gaat over dataverwerking en dataverzameling. Dus hoe worden de voorjaarstellingen verzameld en de afschotcijfers ook. En daarin moet de WBE ook een engagement maken tegenover de toekomst. Een engagement dat het behoud van het wild verzekert, kan natuurlijk alleen maar door het toepassen van een duurzame jacht, waarbij de organisatie binnen de wildbeheereenheden een ruime meerwaarde betekent. Voor individuele jagers is het moeilijker. Enerzijds is een gemiddeld jachtrevier hiervoor te klein en anderzijds vraagt zo'n duurzame jacht een gemeenschappelijke inzet. Het kenniscentrum werkt dan ook vrijwel uitsluitend op WBE-niveau. Maar het stopt niet bij een biotoopbeschrijving en halfjaarlijkse tellingen. De overheid vraagt veel meer. Dan is er nog een overlastrapport. Dus is er overlast van bepaalde diersoorten in de WBE? Is er nog een schadeveroorzakend rapport? Dus ondervindt de WBE schade van bepaalde wildsoorten? En dan is er nog een valtwildrapport. Dus waar komt er het meeste valwild voor en wat is de oorzaak van het valwild? En daarnaast is het grootste stuk,
Dat gaat eigenlijk over de bespreking van het wild en de overlast veroorzakende soorten. Dus is het kwaliteit geschikt voor een bepaalde diersoort, voor reep bijvoorbeeld? Zit er een evolutie in de voorjaarstellingen of het afschot? En daarnaast gaan we de maatregelen bepalen. Dus, en de doelstellingen. Wil men dat het reewild in de WBE stijgt en hoe gaat men dat bereiken? En dan is er nog een stuk over de projectsubsidies. Die moeten nu in het faunabeheerplan komen en die worden voor de volgende 6 jaar vastgelegd. En dan zit het erop? Dan zit het erop het interview toch. Dus daarna zijn wij nog 5 dagen bezig met het uitschrijven van het faunabeheerplan zelf. De voormalige kamertjes van het oude patriciershuis zorgen ervoor dat het team in 2 afzonderlijke ruimtes operationeel is. Aan de tuinzijde van het gebouw zitten Kathleen en Johannes. Samen met Gert is Kathleen de drijvende kracht achter de wetenschappelijke onderbouwing van heel wat projecten. En die doen bij alle jagers meteen een belletje rinkelen. Een typisch voorbeeld is, het is al een tijdje geleden, maar het openingsbesluit. Toen het openingsbesluit werd onderhandeld, ja, dat is een hele wettelijke procedure, dat duurt een hele tijd en daar worden verschillende partners bij betrokken. En toen hebben wij echt met een soort werkgroepje standpunten naar voren gebracht van de jagerij, wetenschappelijk onderbouwd. De jachtopeningsbesluiten zijn één zaak, maar vandaag hebben jagers, en dat betekent natuurlijk het kenniscentrum, te maken met het soortenbesluit. De jagers kennen het soortenbesluit vooral van bijlage 3 rond de bestrijding van rechtbekken. Een aspect bijvoorbeeld waar wij heel hard rond lobbyen met de jagerij is het gebruik van larsenkooien om dat breder toe te laten, ook voor kraaien, voor kouwen enzovoort. Nu, het kenniscentrum heeft daar in 2012, 2013 ook een project rond uitgevoerd, heeft kunnen bewijzen dat die kooien dat een efficiënte manier is om een regulatie van kraai, van kou uit te voeren. En dat zijn dingen die wij dan ook meenemen naar het beleid toe. Last but not least krijgen we Johannes Mertens voor de camera, de cartograaf van HVV. De hele dag ziet hij de ingekleurde jachtrivieren van heel Vlaanderen over zijn computerscherm passeren. Ik heb er gelukkig nog geen nachtmerries over s'avonds, maar zoals vorig jaar, op het einde van het jaar, door de nieuwe wetgeving, moesten alle WB's nieuwe plannen gaan neerleggen. Dat betekent dat wij hier meer dan 1000 plannen hebben afgedrukt op een paar maanden tijd. Dat komt overeen met meer dan 1,2 kilometer kaartmateriaal. Dus op de duur begint dat wel te tellen. Ook Johannes' taak is erg belangrijk. Van elke WBE eist de overheid namelijk dat ze een jachtplan neerleggen. Anderzijds dient dit kaartmateriaal ook om de erkenningsdossiers van de faunabeheerplannen op te maken. Maar de kaarten van Johannes spelen ook nog een andere belangrijke rol. Want welke WBE is nog nooit geconfronteerd met overlappingen van jachtrivieren en de twisten die hierover bij jachtrechthouders ontstaan? Dat maakt zeer zeker deel uit van de problematiek waarbij dat wij geconfronteerd worden. Want nog voordat de overheid die problemen gaat zien, zijn wij, voor al onze leden tenminste, hebben wij al een vergelijking gemaakt tussen de jachtplannen. Dan gaan wij direct merken van, oh, hier is een probleem. En dat kunnen wij eerst al melden aan onze aangesloten WBE's. Dus we geven ze eigenlijk, voordat ze hun plannen indienen, de kans om een en ander uit te klaren. Zodat er nadien minder problemen gaan zijn als ze hun jachtplan effectief gaan indienen. En met succes! Op die manier draagt het kenniscentrum bij om het overgrote deel van de geschillen tussen jachtrechthouders te traceren en de WBE's hierover te informeren. Op hun beurt vindt de WBE hiervoor intern een oplossing. Maar voor het klein aantal resterende geschillen dat blijft aanslepen, wordt het straks nog lastiger. Naar verluid wordt dit gekibbel straks niet langer meer binnenskamers opgelost. Wel, nu ook met de nieuwe wetgeving gaat de overheid iets meer mogelijkheden hebben om die bepaalde percelen te gaan controleren en om hun stempel te drukken op de toewijzing van de percelen. Dus in het verleden waren dat vaak conflicten die jarenlang bleven aanslepen en wij hopen dat het nu toch wel iets vlotter gaat opgelost geraken. Naast de verschillende administratieve taken staat het team van het kenniscentrum regelmatig in om Hubertus Vereniging Vlaanderen te vertegenwoordigen op allerlei openbare manifestaties. Zij verzorgen lezingen voor WBE's en maken zich nuttig tijdens de provinciale dagen, beurzen en jachtgerelateerde happenings.
Voor Gert, Dorien, Kathleen en Johannes is een beetje veldwerk dan ook een enorme afwisseling op hun administratieve taken. De jagers zelf hebben aan administratie vaak een broertje dood en weten als geen ander hoeveel tijd dit in beslag neemt. Getuige daarvan is Xavier Haspeslag, ondervoorzitter van HVV. Laat ons zeggen dat zij dat de vier mensen eigenlijk heel die administratie opvolgen, verzorgen voor de jagers, zodat zij eigenlijk zonder zorgen hun hobby kunnen uitoefenen. Zonder zorgen, maar goed, als wij in het veld gaan jagen, dan liggen wij niet stil, of liggen wij niet wakker van al de uren en dagen die deze mensen besteed hebben aan administratie, juridisch, opvolging, faunabeheersplannen maken voor de WBE's, noem maar op. Er zijn x aantal zaken dat we nog kunnen opnoemen, zodat de jaars eigenlijk zaterdag en zondag zonder problemen in het veld kunnen gaan.